De Kangoeroe Community School is in verband met de sluiting van de scholen als gevolg van COVID-19 gestart met online onderwijs. De school heeft eerst 4 weken proef gedraaid, zegt de onderdirecteur Sven Hartman tegen onze nieuwsdienst. Het online onderwijs wordt gegeven op het niveau van basis, MULO en middelbaar. Tot nu toe verloopt deze inventieve manier van lesgeven vlot, zegt de groepsleerkracht Simone Elisee. Met haar hebben we een interview in het programma In Gesprek Met, dat morgenmiddag wordt uitgezonden. Elisee benadrukt dat de leerlingen die les volgen via het internet ook door hun ouders worden begeleid. De ouders werken ook mee, want er zijn bijvoorbeeld ouders die ook gewoon thuis zijn. En dan zitten zij daar ook met hun kind om te kijken van, hé, wat doet de juf, hoe gaat het eraan toe? En wat wij zeg maar ook hebben, alle opnames worden gerecord. Dus mocht het zijn dat een kindje een dagje niet erbij kan zijn, dan krijgt die ouder gewoon het filmpje en dan kan het kind het achteraf bekijken. Oh, okay. Dat is het ook bij ons. Ja, en hoe lang duurt deze klas? Een lesje. We zijn 2 uren bezig. 2 uren tot 2,5 uur zijn we na elke dag. Of ja, niet elke dag, we gaan nu 2 keren in de week werken. Mm-hmm. Afgelopen, we zijn vorige week donderdag begonnen, we hebben donderdag en vrijdag gewerkt. Mm-hmm. Maar we hebben nu een schema gehad, alle klassen zijn dan 2 keer in de week bezig, mm-hmm. van 2 uren. Oké, okay. En welke vakken? Ik doe bijvoorbeeld rekenen en taal. Ik kan niet met ze lezen omdat het heel onduidelijk is. Okay. Dus het gaat heel onduidelijk worden. Mm-hmm. Spelling doe ik ook met ze, want dat is toch nog wel, ja, kan je ook nog doen. Gym gaan we ook doen. We krijgen dan van de gymmeester gymlesjes. Okay. En die gaan we dan met de leerlingen moeten doen. Voor de Kangoeroe School wordt in ieder geval geen verloren schooljaar, benadrukt Elisee verder. De school staat bekend als de eerste die digitaal onderwijs verzorgt. Als zodanig heeft zij dus ervaring met online onderwijs. Kijk, wij zijn sowieso al een digitale school, dus wij hadden zeg maar ook al een voorsprong op andere scholen. Ja. Alles van ons gaat digitaal, communicatie naar de ouders toe, alles gaat digitaal. Cijfers van de leerlingen staan ook digitaal, online, mm-hmm. via LVS werken wij. Dus daar staan ook alle cijfers van de kinderen, alles van ons is digitaal. Oké, okay. En hoe is de afstemming met het ministerie van Onderwijs? De school heeft speciale afspraken met het ministerie van Onderwijs, want hoe dan ook, we zijn een school in Suriname. Ja. Dus we dienen ons toch nog aan bepaalde regels van het MINOF te houden. Mm-hmm. Maar ja, het gaat best goed, denk ik. Okay. Ja? En het zijn flinke kinderen, gaan ze allemaal over? Ja. Hoe staan ze ervoor? Mijn kinderen gaan allemaal over. Ik geef al 5 jaar les daar en ik heb altijd klassen gehad waarbij mijn kinderen overgaan. Okay. Dus dat, je weet, je wil niet te streng zijn, maar je wil ook niet te slap zijn. Maar mm-hmm. je probeert gewoon mee te gaan met die kinderen. Ze moeten je wel echt leuk vinden. Oh. En ik ga nu voor jokken, ik heb tot nu toe alleen maar klassen gehad waar die kinderen echt dol op me waren. Simone Elisee, groepsleerkracht van de Kangoeroe Community School, over het online onderwijs dat is gestart om geen achterstand te hebben. Dit zal ertoe leiden dat dit schooljaar niet verloren gaat.